De Stichting Bosbeheer en Bos Toezicht heeft onder meer als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van Suriname. Deze werkarm valt onder het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Minister Diana Pocky bracht een werkbezoek aan dit instituut. De bewindsvrouw werd daarbij geïnformeerd over de werkzaamheden die er verricht worden. Mevrouw de minister, als bestuur van uw werkarm SBB heten wij u van harte welkom op deze werkplek, ons hoofdkantoor. De SBB mag op zaterdag aanstaande 22 augustus haar 22e verjaardag herdenken. In haar 22-jarige bestaan heeft de SBB vele uitdagingen gekend. De Hulpbron Bos heeft vele potenties en kan een goede bijdrage leveren aan de economie van Suriname. Waar wij wel voor moeten waken, is dat deze hulpbron niet vernietigd wordt, maar op een duurzame manier gebruikt moet worden. Belangrijk is dat alle schakels die in deze sector werken, zich er steeds bewust van moeten zijn dat alleen door samen te werken wij de gestelde nationale, maar ook de internationale doelen kunnen bereiken. Minister, wij hopen dat wij gedurende uw ambtsperiode een goede samenwerking met u mogen hebben om zodoende te komen tot een verbeterd bosbeheer in Suriname. Rest mij nog u namens het bestuur van de SBB het beste toe te wensen in uw, met uw ministerschap. Wie breedt het idee naar Abidjan voor een ambtsperiode dat de minister een bezoek SBB. En dat die weer actie, like Farad van Toezicht, geeft aan dat die enorm voeren potentie deed. Maar, we moeten dat gewoon verantwoord toevassen aan Abusi. En, we doen dat die aan dienst SBB deed. Dan gaan we daarop komen. En te wan dins mus du api soroko dat gilanti da amu psata kwa fasi pe rokomang langa bedreif sap persis pedego. Reeds geruime tijd minister en de voorgangers fee we taki nanga lanti, gran lanti. En het mooie daarvan is dat die alle partijen die zich ervan bewust dat die een probleem de binnen het bedrijf naar te maken naar een ziektebeeld. En precies zo die zieke je gaat dat er of je pre dat er in een kies fix naar shilling oil en lobby die apres zijn hati. Maar je doet een diagnose. Je gaat onderzoek. En wie lekker bontu wanneer die een gezond bedrijf. En sedert de voorgaande Sawantu minister ba wie qua stratis revi a bedrijf bij Plata zo zo voor bereik dat die regering toch wel een besteed aan bepaalde aandacht naar het bedrijf voor mijn gezond. Hoe moet dat precies zijn als ik? En zo ben ik overeen met de vorige ministers is dat die we onderzoek aan bedrijf organisatorisch naar financieel kolko precies zijn aan een ziekte. En toen doet dat hij dan samen en hoe doet dat samen naar een bedrijf. Omdat hij naar bond zijn hij ooit recht bezig aan een CAO. Maar zijn ooit recht bezig naar een toekomst voor een bedrijf, continuïteit naar een soort dat roko de duurzaam. En dat roko man heeft geen probleem.
En dat maakt wie taki, wo abifu, roko, samen naar de directie, qua deskundigheid, voor hoe zou je doen en onderzoek precies sana siki, zodat u kan die de juiste medicijnen. Tangan lo, mesti tak verkeerd medicijnen die. We zien dat die maatregelen het tref naar de vorige leiding van het bedrijf zijn niet gebaseerd op een boel diagnose, zo op een boel onderzoek. En dus die geeft verkeerd rest. Principe is aan ons kort mopo, we liepen door een fix of shilling oil. Dus we begaan minister ook toe dat die aan gelegenheid die zie. Na orga moet wel gedeelte dat hij, omdat na rechtstreeks om het deal naar een minister. En die mag sabi minister, mama erop die vader doen in een vergadering. Omdat hij tegen om continuïteit van bedrijf, naar een belang voor ook om man, dat is eigenlijk altijd mijn wiede en knap. En zeker tegen man, tegen oma, zijn abi, is verantwoord toe voor uitvoering voor haar dienst. En Charlie schrijft op een fase bij Minoma Agrinang. En Sano Abi aan nodige respect. Abonte Mekke schrijft ready. En op Chimfu, Sobu SBB, Akon Bijikba. Mekka Kmopoiti also. Mekka de zelfstandig. Sinds jaar tente meere Bosnas som wa autoriteit lek van Masde, lek van Tasde, lek van Casasde, lek van luchthavenbeheerde, lek van havenbeheerde, demandat die voor zelfstandig. Bosbeheer na ma bos toe zegt, ons kisa gelegenheid, nek denk mokoy ta oso da lek mama, je luku vanuit wa afstand, feigoy na pje oso. A rol voor afvatbon. Naar zorgen dat die arbeidsomstandigheden, naar arbeidsvoorwaarden die er ook op mij zitten. Dat komt dat die aan de kant is dat de directie die we ook dat die bepaald doen, zijn niet zo op te maken naar een unie. Nee, wat we doen samen, wat we doen naar kukur, verboren nyang, zodat die toon nyang, dat kan jouw allemaal alle toe. Aber juist omdat we zorgen samen vinden. En voor ons mij is een vakbond lekkie. Wat vijand? Nee, een vakbond naar een partner. En dan gaan we abi pas, we kiezen wat nieuwe directeur. En misschien dat ik weet wat richting zou lopen. Vouw go, moro varen naar een bedrijf. En dat kan een vakbond. Businessplan moest contacten van dat wil ik samen. Voor doen dat en committeren we samen. Dan gaan we breed naar een fase van directie en charisreef tegenover een vakbond. Het is een sani waar raad van toezicht is. We charen komen ook toe naar visie en er is ook toegezegd dat de bond een kies van precies binnen een raad van toezicht. En zeiden. A bond ano abbas fu a raadslid. A raadslid moet zorgen dat hij te begroting en met te budgetten is het zo bu amoni dat er ook een man nodig als sluitstuk wanneer die operation zo voeren die zo voeren, dat zo voeren en Santa Abra kolku zou gide ook een man nee, een rol naar zorgen dat hij vanuit dat je human capital zo goed libisma de belangrijk dat libisma abi ook toe aan juiste prijzen en wordt ook behandeld als like alle intra processen binnen een bedrijf. Wat heb je een probleem met een bedrijf ten aanzien van salaris
waar we ook toe aan rechtszaak tegenover haar bedrijf. We hebben een aantal acties aan voer en we hopen, minister, naar krijg me dat hij een kans heeft aan dat bevoort dat ons dolk vijand tegenover elkaar. Nee, we hebben voor elkaar samen. En we denk ook toe dat we een positie dat de misdom tegenover een minister dat we regeren aan elkaar. A minister Otiri, a presi, a origeri, Otiri, a presi. A minister, nanga alale spek. If you di a bedrijf di sa gelegenheid, wo sorry. Tak mun de uita oso, en dat un kan de volwaardig ching, pe kan knapa tapwa afstand, de tegi den, tak ai. Dimbe hori nena oso, we hoor je ontwikkeling naar baka. No, onder bezig je fietsen. No hoor a fietsen baka en loon aan of hun of adon. Nee. Lusa fiets. Fossi reken, je ziet dat je fietsen. En onder zelfstandig. Dan aan alle respect, minister, we hoop dat de punten zijn te gaan vissen, ze zijn niet jezus, en dat we kan gaan en lukken voor een vruchtbare samenwerking. Met die garantie. Als ik luister naar de vorige sprekers, zijn er een aantal uitdagingen. En ik wil er misschien 3 van noemen, waarbij we echt kijken en zeggen van, we moeten samen er naartoe kijken hoe we dit hier oplossen. Je hebt gehoord dat ik heb gezegd, de controle wordt gedaan door mensen. Dat wil zeggen, de problemen regraderen de human side of the business hier bij SBD, dat we zeker ernaar moeten kijken. En uw assistentie zal nodig zijn om samen er naartoe te werken, dat we die zaken kunnen oplossen. Een deel daarvan is door de voorzitter van de bond aangehaald. Maar dat maakt dat we als overheid, als staf, als directie, dat we de medewerkers in hun werk, laat me het zo zeggen, beschermen. En dan moeten we kijken hoe we die zaken die het personeel aangaande, hoe we dat recht kunnen trekken. Een ander ding is het systeem dat wij hier gebruiken. We moeten het empoweren en koesteren. En ik denk dat we ernaar moeten kijken hoe we alle facetten kunnen implementeren. En natuurlijk, waar er problemen of moeilijkheden zullen zijn, dan zijn we daar, dat we samen kunnen kijken hoe we die kunnen oplossen, zodat we verder kunnen gaan. Omdat dit systeem heeft 1 ding zeker getoond. En dat is dat het meer zichtbaar maakt dan we zagen. En dat wil zeggen, als het meer zichtbaar maakt, wil zeggen dat er klaarblijkelijk wat op tafel bleef liggen voor de staat Suriname, die wat meer zou kunnen zijn. Als ik dat zeg, dan heb ik voldoende gezegd dat er huiswerk is to empower the system. En als laatste wat ik wil zeggen is dat het land, de wereld getroffen is door een COVID-pandemie en dat voor SBB niet alleen hier op kantoor een challenge is, maar ook voor die sector, omdat we begrijpen dat als die sector niet vrij kan werken, het zijn impact weer gaat hebben op deze organisatie. Maar ook de manier hoe het werk gedaan moet worden, vraagt aanpassing. Dat is een challenge voor ons en daar moeten we dus ook aan werken. Als we kijken naar 2020, schatten we dat we maar de helft van die productie zullen halen aan het eind van dit jaar, vergeleken met wat we moeten doen. En als je een budget hebt gemaakt, vraag dat je wat aanpassingen gaat plegen om datgene gedaan te krijgen. Desalniettemin, minister, kijken wij uit naar een goede en structurele samenwerking. En ik wil u de garantie geven dat die organisatie, whatever happens,
hier gaat zijn met een stukje deskundigheid in deze organisatie van meer dan 20 jaar, dat die organisatie daar is om vraagstukken die er zullen zijn, om die vraagstukken op te lossen. En daar staan we voor en die garantie willen we u geven. Ik wens u verder samen met uw gevolg een genoegelijke dag hier bij de SBB. En ik ga ervan uit dat datgene wat u gepresenteerd zal worden straks, dat u een goed beeld geeft van wat we hier precies doen, hoe we die wet uitdragen, hoe we ermee omgaan en wat hetgeen is dat we kunnen bereiken. Ik wil u een hele goede dag toewensen en ik ga ervan uit dat wanneer u hier terugloopt, dat het was met a sense of accomplishment. Dank u. Het is mij een waar genoegen en een voorrecht om vandaag bij u te zijn voor een kennismakingsbezoek. Ik bedank u allen voor de warme ontvangst. Ik sta hier als minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Zoals bij u reeds bekend is, heeft de regering Santokki Brunswijk het voormalig ministerie Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer als volgt opgesplitst in het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu met toevoeging van Milieu en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer waar u als SBB-familie onderdeel van bent. Ons land wordt thans geconfronteerd met het COVID-19-pandemie. Een ernstig gebrek aan financiën. Hierdoor zijn wij allen genoodzaakt alle veiligheids- en gezondheidsstandaarden te eerbiedigen en tegelijkertijd harder te werken om het ministerie tot grote hoogten te brengen. Door creatief te denken en te handelen en alle neuzen in één richting te krijgen, zullen wij in staat zijn dit streven te halen. Ik ben daarom bereid samen te werken met een ieder die bereid is om zijn of haar bijdrage te leveren, ook met de bond van SBB. De taakstelling van het ministerie, in ogenschouw nemend, zien we naast de taken die gekoppeld zijn aan het grondbeleid de volgende taken inherent aan bosbeheer. Deze zijn de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de hulpbron, bos, de flora en fauna. Een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming, controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de productie van hout en houtproducten, de flora en fauna. In het regeerakkoord 2020-2025 is als beleidsuitgangspunt van de regering Santokki Brunswijk namelijk opgenomen de verdere ontwikkeling van de bosbouwsector die verantwoordelijk is voor bos- en natuurproducten. De SBB is een van de groene werkarmen van het ministerie en rust daarom de taak om samen met de andere werkarmen, dat denk ik aan Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU, Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum, JSOOC, en overige stakeholders verder inhoud te geven aan formeel streven. Verder wil ik u voorhouden dat de duurzame optimale benutting van de bossen van Suriname in het algemeen en voor de houtproductie uiteraard conform de geldende wetgeving een enorme uitdaging is. Ik begrijp ook dat er andere uitdagingen zijn van financiële aard waarvoor wij op kort termijn een oplossing voor moeten zoeken. Als vrouwelijke minister van Grondbeleid en Bosbeheer heb ik affiniteit met het gebeuren in ons binnenland. Het grondrechtenvraagstuk als onderdeel van zowel het grondbeleid en als bosbeheer
is een belangrijke vraagstuk, is een belangrijk vraagstuk waarvoor nog geen concrete oplossing is. Dit vraagstuk geniet mijn bijzondere aandacht vanwege ons internationale commitment aan verdragen voor duurzaam en verantwoord beheer van onze bossen. Daarom vraag ik u om over dit vraagstuk in een ander verband samen met diverse stakeholders diepgaand van gedachten te wisselen. Wij zijn met ons allen bewust dat de bosbouwsector potentie heeft. Er zijn diverse stakeholders, zowel grote, kleine ondernemers en ook lokale gemeenschappen, al dan niet in collectief verband actief, zijn economische activiteiten ontplooien wel degelijk een bijdrage leveren. Maar wij weten ook dat het aandeel dat de staat krijgt als inkomsten uit deze sector met enorme potentie niet representatief is. Om deze inkomsten uit deze sector met enorme en grote uitdaging, met enorme potentie, niet representatief is. Om deze inkomsten te vermeerderen is ook een grote uitdaging waarvoor ik uw ondersteuning vraag. Willen we de capaciteit van ons bos optimaal benutten, volgens standaarden met betrekking tot duurzaam beheer, moeten wij ook de inkomsten willen en kunnen optimaliseren. Mogelijkheden voor verhoogde controles en inzet van meer controleurs zijn thans in studie. Ik vraag uw medewerking in deze. Investeerders met buitenlands kapitaal zijn nodig vanwege de exporten van hout en houtproducten en de promotie van ons hout op de buitenlandse markt. Welke buitenlandse valuta oplevert nodig voor de wederopbouw van ons land. Maar tegelijkertijd moeten we ook beleid ontwikkelen voor onze lokale producenten die onze producten meer waarde willen, zodat wij onze verdiencapaciteit kunnen verbreden. Als het hout lokaal verwerkt wordt, levert dit ook werkgelegenheid en de spin-off effecten zijn goed voor de economie. Ook zo mag de bijdrage welke onze lokale gemeenschappen en ook de kleine ondernemers die reeds decennia op de traditionele wijze doen aan houtkap en voorzien in het onderhoud van hun gezinnen en de gemeenschappen in ons binnenland niet verwaarloosd worden. Deze is haast even belangrijk. Het is in de praktijk gebleken dat deze groep veel meer werkgelegenheid creëert voor lokale bevolking. Om ons land, organisatie en mens niet achter te lopen, zullen wij continu op de hoogte moeten zijn van de veranderingen op elk gebied. Tot slot wil ik uw aandacht vestigen op twee belangrijke beleidsvoornemens. Aanscherpen, aanpassen van de wetgeving. We praten over een wet op bosbeheer van 1992. Instellen van een bosautoriteit, waarover jaren gediscussieerd wordt. Willen wij de doelen die voorgesteld zijn door deze regering verwezenlijken en efficiënt inhoud geven aan onze taakstelling, moeten wij deze beleidsvoornemens serieus in overweging nemen. Ik wil met u hierover in conclaaf treden. Als minister van Grondbeleid en Bosbeheer zal ik ook moeten wennen aan de verandering in het ambt van minister, welke ik heb aanvaard. Maar deze verandering zal voor u en ik zeker succesvol zijn als we het samen blijven doen, inclusief de totale sector als stakeholder. Ik wens u allen succes bij de verdere uitoefening van uw werkzaamheden. En ik wil kort reageren op de bondsvoorzitter. Als jij als ouder, en dan wil ik het in het strana tongen doen, if je demma nanga pa en die kiesching, dat altijd de bedoeling dat ik op TV moest doen, want boos aan in de maatschappij.
Maar als jullie ouders zitten, op je nog niet ready voor de zelfstandig, dat je adviseert dat Luko nog, je tak samen dan op je tak, Luko, met de ding dat je de ready eten voor knap zelfstandig. Dus voor knap naar je toevoegen, zelfstandig dat je etiris regie, dat je de ready, je nog moest gaan, dat je drie bakaka ofzo. Dus met de één stap, we gaan die continuïteit van bedrijf, maar als dan moest de win-win situatie. Als we laten los, lijkt me man, dat we moest de zekerlijk staat, dat we dan ook boven gaan schrijven. En het lijkt van mij knap, ja, ik heb nog wat bedoeling na, dat we ook een man, dat we horen als sector knap. Dat we ook een man dat hij, dat we moest dit op een fos presie. Want zonder dat we ook een man, 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 dus met de PD. En in aftwijfel, dat we delen vijandie. Altijd, we kiezen een pad voor dialoog. En we doen dat tafra voor kentje prakserie. Va asa go boom naga sranang. Want sranang, ik knap tapa fospresie. Met dat alles matangi, mi breedie voor de jatide naga unu. En mi de zeker tak, samen naga a directie. Zolang a itak yuna wang echte sranang man of uma. Je mene naga sranang, dat noa twijfel de. En mi aba zekerheid tak, naga unu ondersteuning. We go a uitdaging aan. En une go die verandering wang, ma te utak verandering. Dat we moeten echt verbeteren, dat we verlichting komen binnen een heer sector. En met actie alles maar ondersteuning, met hoe kan doen een goede job voor alles maar kan hebben in Suriname. Met dat contact.